Irene Stickers en taal is zeg maar echt haar ding. Je hebt het vast vaker gehoord. Ja. Irene is 25, werkt bij een zeker bedrijf uit Wijchen. Best veel mensen die daar werken, lijkt het wel. En leuk dat je er bent. Dank je. Jij gaat ons vertellen over taal en SEO. En alles wat jij weet over taal willen wij ook eigenlijk best wel weten. Ik zal het proberen. Applaus, Irene. Ik ga het vandaag hebben over wat taalwetenschappen kunnen betekenen voor jouw SEO. En de link tussen taalwetenschappen en SEO is misschien niet heel duidelijk, maar ik hoop dat ik jullie vandaag kan overtuigen dat dat wel een logische combinatie is. Mijn boodschap is niet dat iedereen die een eigen website heeft een taalwetenschappen in dienst moet nemen, maar wel dat taalwetenschappen op de achtergrond veel kunnen betekenen voor SEO. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Irene Strikkers, ik werk bij Yoast. Ik ben daar begonnen als taalwetenschapper. Toen deed ik echt alleen maar taalwetenschappelijke projecten. Maar ik ben ook steeds meer gaan programmeren en sinds ongeveer 2 maanden ben ik nu teamlead van het plugin-team. Ik werk dus aan taalwetenschappelijke projecten en daar ga ik het vandaag over hebben. Ik ben overigens niet de enige taalwetenschapper bij Yoast. We hebben inmiddels 4 taalwetenschappers. Ook Natalia Shitova, Agnieszka Zuba en Manuel Augustin werken aan taalwetenschappelijke projecten. Ik zal beginnen bij het begin. Wat is taalwetenschap? Als je taalwetenschap studeert, dan leer je de structuren van taal analyseren. Je leert wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen talen. Je leert hoe kinderen een eerste taal verwerven en hoe volwassenen een tweede en derde taal kunnen leren. En je leert hoe taal in de hersenen zit. En wat er gebeurt als er iets misgaat in de hersenen, wat dat voor invloed dat heeft op de taalontwikkeling of op bijvoorbeeld op latere leeftijd als je afasie krijgt, wat dat dan doet en wat dat betekent. Dat gezegd te hebben, dan wil ik ook nog even aangeven wat taalwetenschap niet is. Als je taalwetenschap studeert, leer je niet om 30 verschillende talen te spreken en met allerlei soorten volken te communiceren. En de meeste taalwetenschappers worden ook niet heel boos als je een D in plaats van een T schrijft aan het eind van een werkwoord. om te laten zien wat taalwetenschap kunnen betekenen voor SEO, wil ik vandaag 3 projecten bespreken. En het eerste project is ook het eerste project dat ik bij Yoast gedaan heb. En dat ging over het ontwikkelen van een leesbaarheidsanalyse. En het doel van het project was om automatisch een oordeel te kunnen geven over de leesbaarheid van een tekst. Maar wat heeft leesbaarheid nou eigenlijk met SEO te maken? Want ik heb gezegd, ik ga het vertellen over wat taalwetenschappers voor SEO kunnen betekenen. Als een tekst leesbaar is, dan begrijpen de bezoekers van je website wat je wil schrijven. Waar je het over wil hebben. En dat is natuurlijk waar je voor gaat als je een tekst schrijft. Je wil dat de bezoeker weet wat je bedoelt, begrijpt wat je geschreven hebt. Daarnaast zorgt een goed leesbare tekst voor vertrouwen. Als jij een tekst vol met schrijffouten hebt, met onleesbare zinnen, dan gaan bezoekers waarschijnlijk al snel terug naar Google om te kijken of ze misschien een ander resultaat kunnen vinden, omdat ze gewoon niet vertrouwen wat jij geschreven hebt. Maar juist als je een goed leesbare tekst hebt, dan is dat vertrouwen er wel en dan zullen ze eerder je dienst of product afnemen. En daardoor gaat je bounce rate omlaag. Dus als mensen je site vertrouwen, je expertise vertrouwen, je tekst begrijpen, dan zullen ze lang op je site blijven hangen. Als dat niet zo is, dan gaan ze snel terug naar Google, naar een ander zoekresultaat, dat waarschijnlijk wel kan bieden wat ze willen vinden. En dan is dat een boodschap aan Google, dat jouw site of jouw pagina blijkbaar niet goed genoeg is om hoog te ranken. En dan zal je rankings dalen. Maar terug naar het leesbaarheidsproject. De opdracht is dus om teksten automatisch te beoordelen op leesbaarheid en ook adviezen te geven over hoe je de leesbaarheid kunt vergroten. En ik zal je laten zien hoe je met een taalwetenschappelijke blik tot dat soort criteria kunt komen. Vanuit mijn studie weet ik dat er verschillende criteria zijn, verschillende aandachtspunten in een tekst die iets zeggen over leesbaarheid. En over het algemeen gaan die of over de structuur van de tekst als geheel, of over de structuur van zinnen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat lange zinnen over het algemeen lastiger zijn om te begrijpen. Dat passieve zinnen een tekst snel afstandelijk maken. En dat signaalwoorden zorgen dat een lezer de structuur van je tekst kan begrijpen en verbanden kan leggen binnen je tekst. Je kunt deze lijst van criteria, ik weet uit mijn studie dat dit zo is. Je kunt natuurlijk niet alleen daarop baseren dat de criteria zijn. Dus vervolgens heb ik onderzoek gedaan, heb ik literatuuronderzoek gedaan. Om deze punten te onderbouwen. En mocht je interesse hebben, via de link daaronder kun je daar de resultaten vinden. Ik zal even wachten op de foto die gemaakt wordt.
Oké. Deze slides jullie vaker zien. Dit is mijn slide over de toegevoegde waarde van de taalwetenschapper. In dit project zit dat vooral dat ik dus al wat kenmerken wist die invloed hadden op taalwetenschap. Maar daarnaast, wat ook heel belangrijk is, ik wist op wat voor zoekwoorden ik moet zoeken in wetenschappelijke databases en zo. Om die dingen, de criteria kunnen onderbouwen. Dus omdat ik dat vocabulaire al had en de context, ging heel weinig tijd verloren aan het opbouwen van de context voordat we überhaupt konden beginnen aan de leesbaarheidsanalyse. Dit is uiteindelijk het resultaat geworden. We geven op basis van elke tekst feedback over tussenkopjes, alinea gebruik, passieve zinnen, signaalwoorden en nog veel meer criteria. En als je, we hebben een bolletjesysteem, dus als je bijvoorbeeld een rood bolletje hebt, dan betekent dat dat het nog niet zo goed is. En als dat zo is, geven we ook adviezen om het beter te maken. Dus we zeggen niet alleen van het is slecht, maar ook dit kun je doen om het te verbeteren. En we rekenen ook een totaalscore uit. Die zie je hier bovenaan, dat oranje smileytje. En het is niet erg om af en toe een rood of een oranje bolletje te hebben in de losse punten. Zolang het grote bolletje bovenaan maar groen is. Want dat betekent dat je leesbaarheid over het algemeen goed is. Ik denk dat het wel redelijk evident is wat een taalwetenschapper kan betekenen in een project zoals het leesbaarheidsproject. Maar ik wil nu overgaan naar een project waar het verband tussen dat project en een taalwetenschapper misschien wat minder duidelijk is. En dat zijn de linksuggesties. We hebben een project gedaan binnen Yoast waarin we wilden aanraden vanuit een post die je aan het schrijven bent, naar welke andere post op je website je zou kunnen linken. En die post moet zo relevant mogelijk zijn natuurlijk, want je interne links geven ook aan Google aan wat aan over de structuur van je site. Dus we gaan vanuit één post gaan we kijken naar welke andere post op je website je zou kunnen linken. Maar laten we even een stapje terug doen. Wat heeft interne linking met SEO te maken? Interne links zijn dus een manier om aan Google te laten zien wat de belangrijkste posts op je website zijn. Stel je schrijft 10 posts over copywriting en één daarvan is het belangrijkst. Dan kun je vanuit die 9 andere posts linken naar die ene post en is het een signaal aan Google dat die ene post het belangrijkste is. Dus als je bijvoorbeeld een ultimate guide to copywriting hebt, dan kun je het beste van al je andere copywriting posts daarna linken, zodat Google weet dat dat de belangrijkste is. En op die manier voorkom je dat je met al die 10 verschillende posts gaat concurreren binnen Google om voor het ene keyword copywriting te ranken. Laten we het aanraden van linksuggesties bekijken vanuit deze tekst. Als ik er zo overheen scan, dan lijkt het over clickbait headlines te gaan. En voor ons mensen is het best makkelijk om over een tekst heen te scannen en dan te kijken wat het onderwerp van de tekst is. Maar software heeft daar een algoritme voor nodig. En de enige data die we voor dat algoritme beschikbaar hebben, zijn de woorden uit de tekst. Dus laten we kijken wat de meest relevante woorden uit die tekst zijn. En op basis daarvan het onderwerp bepalen. Dat kunnen we dan vervolgens ook voor alle andere teksten op de site doen. En dan kijken of er veel overlap is tussen die relevante woorden. En welke teksten dan dus een vergelijkbaar onderwerp hebben en dat je daarna zou kunnen linken. Dus we beginnen met een lijst maken van alle woorden op de site. Ik heb nu even alleen de eerste zin in de post. Ik heb nu alleen de eerste zin gekozen. Maar niet al deze woorden in deze lijst zeggen veel over het onderwerp van de tekst. Bijvoorbeeld als je in het Engels schrijft, dan is de kans heel groot dat elke post op je site het woord to bevat. Dus het woord to is nooit heel relevant om posts om naar te linken op te baseren. Dus er moeten ook woorden uitgesloten worden. En dan komt de taalwetenschapper wel weer op pas. Er zijn dus verschillende woordsoorten die eigenlijk nooit iets kunnen zeggen over een onderwerp van een tekst. Die te functioneel zijn, dus bijvoorbeeld voegwoorden of voorzetsels. Dat soort woorden zijn nooit het onderwerp van de tekst, dus die gaan we uitfilteren. Maar we moesten niet alleen weten welke woordsoorten dat waren, maar vervolgens moesten we ook woordenlijsten gaan opstellen die zo volledig mogelijk waren, zodat we ook echt die woorden konden gaan uitfilteren. Dus onder andere lidwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden en vraagwoorden bleken nooit relevant genoeg te zijn om iets over het onderwerp van de tekst te zetten. Dus die hebben we uitgesloten. En na de eerste filter houden we dan deze woorden over. Als woorden vaak voorkomen in een tekst, zeggen ze waarschijnlijk meer over het onderwerp van de tekst dan wanneer ze maar 1 of 2 keer voorkomen. Dus laten we voor elk woord tellen hoe vaak ze voorkomen in de tekst. Die dan sorteren en de top 100 daarvan opslaan, zodat we alleen de 100 meest relevante woorden hebben uit de tekst. Maar laten we ook kijken naar woordcombinaties, want niet elke tekst heeft een onderwerp dat te vangen is in gewoon 1 los woord. Een maximum van 5 woorden klinkt voor het Engels wel redelijk, dus laten we alle woordcombinaties van 2 tot 5 woorden uit de tekst halen. Maar hier zitten we met hetzelfde probleem.
Net zoals dat het woord to weinig zegt over het onderwerp van de tekst. Is dat ook zo voor bijvoorbeeld like your? Like your zegt niks over het onderwerp van de tekst. Dus ook dat soort combinaties moeten we uit gaan filteren. En ook hier komt daar wetenschappelijke kennis weer van pas. Het was de vraag welke woordsoorten nooit aan het begin of het eind van een combinatie konden staan die logisch was of die betekenisvol was. Welke combinaties moesten uitgefilterd worden? Er zijn voorbeelden van combinaties die we beter uit konden filteren omdat ze nooit heel logisch of betekenisvol waren. Het waren bijvoorbeeld combinaties die eindigen met een voegwoord of met een voorzetsel of combinaties waar een persoonlijk voornaamwoord in voorkwam. Van de volgende 20 combinaties houden we dan deze 5 over. Maar ook hier geldt weer dat combinaties die vaker voorkomen waarschijnlijk meer zeggen over de relevantie, of meer zeggen over het onderwerp van de tekst dan woordcombinaties die minder vaak voorkomen. Dus ook hier tellen we weer hoe vaak ze voorkomen en slaan we die volgorde op met het aantal voorkomens erbij. De volgende vraag is nu, hoe gaan we deze woorden en woordcombinaties ranken? Want we waren op zoek naar de meest relevante woorden en woordcombinaties. We moesten dus op zoek naar eigenschappen van die woorden en woordcombinaties die iets zeiden over relevantie. En natuurlijk, ook hier kwam de wetenschappelijke kennis weer van pas. We moesten namelijk dus op zoek naar die eigenschappen en vervolgens moesten we ook gaan kijken wat de weging was van die eigenschappen. Iets wat we eerder al gezegd hebben is dat woorden die vaker voorkomen en woordcombinaties, dat die waarschijnlijk meer zeggen over het onderwerp van de tekst. En daarnaast kwamen we erachter dat de lengte van combinaties ook wel wat zegt, omdat woordcombinaties die zijn specifieker en daardoor zeggen ze vaker iets over het echte onderwerp van de tekst. Ook het percentage relevante woorden in een combinatie leek een goed criterium te zijn om op te ranken. En daarmee bedoel ik hoeveel procent van de woorden in een combinatie voorkwam in de top 100 meest voorkomende woorden uit de tekst die we eerder opgeslagen hebben. Dat was op deze slide toen we gingen ranken wat de meest voorkomende woorden waren. Dus woorden die in deze lijst voorkomen tellen we dan als relevante woorden. En bijvoorbeeld een post-rank kwam post en rank wel voor in die lijst, maar toe niet. Dus dan heb je een relevante woordcombinatiepercentage van 67%. En daarnaast klinkt het ook wel aannemelijk dat woorden die iets zeggen over het onderwerp van de tekst over het algemeen ook voorkomen in titels en tussenkopjes. Dus dit waren de 5 criteria die we getest hebben. Want we hebben die ranking en de weging vooral gebaseerd op teksten. We testen op met heel veel verschillende teksten. En uit die test kwam dat de bovenste 3 het meest waardevol bleef te zijn. Dus of een woord- of woordcombinatie voorkwam in een titel of een tussenkopje bleek eigenlijk niet heel veel toe te voegen. En over het algemeen was het zo dat, omdat ze ook al zo vaak voorkomen in de tekst, kwamen ze al bovenaan het rankinglijstje. Dus of ze dan ook nog eens voorkwamen in een titel of een tussenkopje, dat maakte dan eigenlijk niet meer uit dat ze toch al zo hoog rankten. En na de relevantiebreking ziet het er dan zo uit. Clickbait headlines, headlines, clickbait, bounce rate en help you optimize bleken de meest relevante woorden uit de tekst te zijn. En de relevantie werd berekend met de formule lengtebonus keer proportie relevante woorden plus 1 keer het aantal voorkomens. Dus bijvoorbeeld bij clickbait headlines heb je een lengtebonus van 3 keer proportie relevante woorden van 1 is 3 plus 1 is 4. Keer het aantal voorkomens, 12, is 48. En dat was dus het meest relevante woord, de meest relevante woordcombinatie uit de tekst. En we slaan nu de top 30 van relevantste woorden en woordcombinaties op. Maar met alleen deze lijst weten we natuurlijk nog niet naar welke andere posts je zou kunnen linken. Daarvoor moeten we ditzelfde algoritme loslaten op alle andere posts op de site. Dus we gaan al die top 30's van al die verschillende posts vergelijken en dan gaan we kijken wat de overlap is tussen die top 30's. En als er veel overlap is, zoals bijvoorbeeld hier bij post 2 en 3, dan raden we aan om naar die post te linken. En als er weinig of geen overlap is, dan komt dat niet in het lijstje terecht. Dus in dit geval zou dat vanaf post 1 naar post 2 en 3 zijn, maar niet naar post 4. Ik heb jullie net meegenomen in het maken van het algoritme voor het Engels, maar dat betekent niet dat dat voor alle andere talen ook werkt. We hebben de linkingsuggesties nu beschikbaar voor 7 talen en over ongeveer 1,5 week komt het voor het Pools ook uit. Maar het beschikbaar maken van andere talen is niet een kwestie van het vertalen van de woordenlijsten die we gebruiken voor het filteren. Maar je voelt hem aankomen, hier komt ook taalwetenschappelijke kennis weer van pas. Per taal die we willen ondersteunen moet uitgezocht worden welke woordsoorten gefilterd moeten worden.
Maar ook moet er onderzoek gedaan worden naar de woordvolgorde van die taal en welke invloed dat heeft op het filteren. En natuurlijk moesten er ook weer woordenlijsten samengesteld worden om die filters daadwerkelijk mee uit te voeren. En om een voorbeeld te geven, in het Nederlands komt een bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord. Dus een combinatie als nieuwe auto is een valide combinatie in het Nederlands, maar kopen nieuwe wordt uitgefilterd. In het Frans is dat bij de meeste bijvoeglijk naamwoorden andersom. Die staan achter het zelfstandig naamwoord. Dus voiture rapide, letterlijk auto snel, is een valide combinatie in het Engels. Maar rapide pour contrée is dat niet. Dus voor elke taal die we willen toevoegen, moeten we ook echt kijken naar de woordvolgorde-regels. En we zijn nog steeds bezig met het beschikbaar maken voor meerdere talen. En we zijn over een aantal maanden gaan we ook beginnen met een project om te kijken of we voor de talen die we al ondersteunen, of we die filtering nog beter kunnen maken en het algoritme nog beter dus. En ook of we nog meer criteria kunnen vinden die iets zeggen over de relevantie, zodat we ons algoritme nog beter kunnen aanpassen. Dan over naar het laatste project. Het project staat nog in zijn kinderschoenen, maar ik wil het toch alvast behandelen omdat het weer een groot taalwetenschappelijk onderdeel heeft. En dat is keyword morfologie. Morfologie gaat over woordstructuur en woordvorming. En morfemen zijn de kleinste betekenisvolle elementen in een woord. Dus het woord appeltaarten bestaat uit de morfemen appel, taart en een. En de betekenis van een is misschien niet meteen duidelijk, maar de betekenis daarvan is dat het meervoud aangeeft. Op dit moment doen we in de plugin daar dus nog niet zoveel mee, of eigenlijk nog helemaal niks, maar we willen het graag kunnen gebruiken in de keywordherkenning. Terwijl analyseren je nu je tekst op het keyword dat je ingeeft en op het focus keyword dat je ingeeft. En we kijken of dat vaak genoeg voorkomt, maar ook of dat op de juiste plekken voorkomt. En het focus keyword is dan het woord waarop je wil ranken in Google. In dit voorbeeld is het focus keyword boeken. Maar nu zegt onze analyse daar rechtsonder, het focus keyword boeken komt niet voor in de titel, omdat in de titel alleen het woord boek staat. Maar waar we de komende tijd naartoe gaan werken, is dat we in zulke gevallen zonder extra input van de gebruiker ook kunnen zeggen dat een afgeleide vorm van boeken, dus boek, ook voorkomt in de titel. Zodat je daar een groen bolletje scoort en dat we kunnen zeggen, je focus keyword of een afgeleide vorm daarvoor komt voor in de titel. Het herkennen van meerdere woordvormen gaat overigens wel verder dan alleen enkelvoud en meervoud. We willen ook verschillende naamvalsvormen kunnen herkennen en verschillende vervoegingen van bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. En wie weet, als we naar meerdere talen gaan kijken, dat we nog op meer van dit soort woordvormen komen. Dus dat we nog meer verschillende vormen gaan herkennen. En de reden dat we dat willen, is dat Google steeds slimmer wordt met gerelateerde woordvormen. En dat zie je terug in de zoekresultaten. Een paar dagen geleden zocht ik op boek. En het eerste resultaat, daar komt het letterlijke woord boek niet in voor, alleen boeken. En je ziet ook in de zoekresultaten dat zowel boeken als boek dik gedrukt staan. En de reden dat Google dit kan, is dat het zoekgedrag van mensen verandert. En daar moeten ze op inspelen. Vroeger zochten mensen vooral op losse keywords. En nu zoeken mensen steeds meer op volledige zinnen en spreektaal. En ook de opkomst van voice search draagt hier aan bij. Want natuurlijk, als je met voice search iets aan Google vraagt, voelt het bij uitstek natuurlijk om dat op een natuurlijke manier te doen in een volledige zin in plaats van met losse woorden. En daar is hij weer voor de laatste keer, de slide over het nut van de taalwetenschapper. In dit project is de eerste vraag welke woordsoorten verschillende vormen hebben. En een beetje taalwetenschappelijk inzicht kan daarbij geen kwaad om te kijken dat we voor elke woordsoort een goede beslissing nemen en dat we dat er geen woordsoorten over het hoofd zien. Dus bijvoorbeeld bijwoorden zoals altijd of daar hebben maar één vorm, dus daar hoeven we geen moeite voor te doen. Maar werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden hebben meerdere vormen, dus daar moeten we wel iets voor doen. En de volgende vraag is welke vormen daar dan zijn per woordsoort en wat de uitzonderingen zijn. En daar komt een beetje taalwetelijk inzicht natuurlijk ook van pas. En als laatste geldt weer dat deze feature bouwen voor het Engels of het Nederlands niet betekent dat dat voor andere talen ook meteen werkt. Elke taal heeft zijn eigen woordvormen, eigen woordsoorten en eigen uitzonderingen. En een beetje inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen talen kan daarbij natuurlijk geen kwaad. Zoals ik al zei, zit het morfologieproject nog in de opstartfase. Dus is het nog niet helemaal duidelijk hoe we het keywordherkenningsprobleem gaan oplossen. Maar waarschijnlijk wordt het een combinatie van het genereren van woordvormen en het opzoeken van gerelateerde woordvormen in woordenboeken. En het zal per taal en misschien ook per woordsoort verschillen wat dan de beste oplossing is. Maar daar gaan we de komende tijd achterkomen.
Ik wil deze talk eindigen met jezelf eens uit te nodigen om met een taalwetenschappelijke blik naar je website te kijken. Want met een beetje taalwetenschappelijke achtergrondkennis kun je zelf een groot verschil maken over de leesbaarheid van je site en de linkstructuur. En daarmee met de SEO van je website. Verdiep je in het belang van tekststructuur en leesbaarheid en kijk kritisch naar alle posts op je site. Houd steeds daarbij in je achterhoofd wat een goede leesbaarheid kan doen voor je SEO. Wat voor vertrouwen je kunt geven aan je lezers. En wat voor boodschappen je daarmee stuurt naar Google. Google wordt steeds beter in het begrijpen van teksten. En daarmee wordt goede content steeds belangrijker. Het is Googles missie om alle informatie ter wereld universeel beschikbaar te maken en te ordenen. En dat betekent op de lange termijn dat alleen goed leesbare content kans heeft omhoog te ranken. Ik heb hier een aantal bronnen op een rijtje gezet waarmee je zou kunnen beginnen. De lijst is een combinatie van achtergrondartikelen en meer praktische artikelen. Dus voel je vrij om een foto te maken. Maar ik zal straks mijn slides ook nog tweeten voor iedereen die nu geen telefoon bij de hand heeft. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen dat taalwetenschappers veel kunnen doen voor jullie SEO. En ik hoop ook dat jullie inspiratie hebben opgedaan om zelf eens aan de slag te gaan met de SEO en leesbaarheid van jullie website en met de linkstructuur van de website. Dankjewel voor jullie aandacht. Het was een hele heldere talk over Dank je. Taal. En alvast om je te bedanken, duik ik even onder dit bureau. Want WordCamp Nijmegen heeft voor jou een verrassing. Dank je. En als er nog vragen zijn, dan hebben we nog een paar minuutjes. De timekeeper zwaait als de tijd over is. Oké, dan ga ik het zien. Zijn er vragen voor iedereen? De gebruikers van de Yoast SEO-plugin, in hoeverre worden die gewaarschuwd van... Hey, u werkt in het Turks. Wij hebben nog geen Turkse taalanalyse gedaan. We hebben een aantal taalanalyses die voor elke taal werken. Dus die zie je dan. Ja. En daarnaast vragen we ook regelmatig van mensen die voor een taal die nog niet beschikbaar is om zelf mee te helpen. Okay. Want bijvoorbeeld die woordenlijsten samenstellen. Dat als je een moedertaalspreker bent, kun je daar ook aan mee helpen. Mm-hmm. Dus ja, we zeggen er altijd bij in welke taal je site staat. Dus voor welke taal de analyse die we doen zeg maar, op dat moment uitgevoerd wordt. Maar we zeggen inderdaad niet een melding van, we hebben er nog meer, maar niet voor jouw taal. Dat doen we nog niet. Nee, ik heb met Turkse studenten gewerkt en die hebben dus gewaarschuwd. Maar ik was al zo blij dat de tips wel in het Turks stonden. Ja, klopt. Dus als je als de site-taal in het Turks staat, dan wordt de analyse dus ook op het Turks uitgevoerd en krijg je daar tips van. Maar omdat voor het Turks we nog niet alles hebben, krijg je minder checks. Helder. Meer vragen? Ja, ik had nog een vraag, want op een gegeven moment had je het erover dat, dat het niet zo belangrijk was dat een keyword in de titel voorkwam, dat dat minder belangrijk was. Maar dat geven jullie wel iedere keer aan van, hij komt er niet. Dat is niet wat ik bedoelde. Wat ik bedoelde is dat focus keyword was boeken. Ja? En boek stond in de titel. En op dit moment kunnen we daarom niet zeggen dat hij in de titel staat, omdat het niet letterlijk dezelfde vorm is. Nee, dat was niet dat stuk. Daarvoor nog had je het erover, had je zo'n lijstje met wat allemaal belangrijk was. En toen stond erop... Oh ja, dat zit in onze SEO-analyse, dat gedeelte. Ja, en toen daarvan had ik echt zo van, je geeft aan dat het minder belangrijk bleek om het in de titel of in een subtitel... Oh, dat, ja, ik stop, ja. Dat ging erover... Dat ging erover of een woord relevant is voor je tekst. Ja? Dus of het hoog komt in... Kijk of ik er snel kan gaan. In dit lijstje, daarvoor voegt het niks extra's toe. Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is voor je SEO. Maar om te bepalen welke woorden het meest relevant zijn in je tekst, voegde dat eigenlijk niks meer toe aan de analyse, omdat het dan ook al heel vaak voorkwam in de tekst zelf. Ja, maar als je bij jullie dan dat focus keyword invult, dan krijg je op een gegeven moment een beoordeling. Mm-hmm. En dan zegt hij ook, dat woord komt niet voor in de titel. Maar dat is dus een SEO-analyse. Dat staat los van hoe wij de interne links aanraden, zeg maar. Dat zijn twee compleet losse processen. Dus voor als je hoog wil ranken op een keyword, is het nog steeds belangrijk dat het in een titel staat en verdeeld over de tekst. Wat Irene bedoelde, in de relevantietest was het niet zo belangrijk in de SEO. Daar is het wel belangrijk, ja. Ik zag daar volgens mij net nog één vraag. Eén vraag, de laatste? Ik dacht dat ik net nog een antwoord zag, ja. Als je op één website in verschillende talen aan het bloggen bent, kan je gemakkelijk switchen? Je kunt per gebruik een taal instellen, maar we doen de analyse op de site-taal. Dus dan heb je denk ik één site-taal ingesteld staan en daar doen we dan de analyses op. Dus we kunnen op dit moment nog niet omgaan als jij op 5 talen blogt op één
domein. Ik weet niet hoe het zit als je een multilingual plugin hebt. Als je een post in het Nederlands en dan een paar in het Engels bijvoorbeeld, kan je gewoon switchen? Je zou dan tijdelijk je site al op het Engels kunnen zetten, maar ik weet niet wat dat verder voor gevolgen heeft. Dus dat durf ik niet te zeggen. Ja, je kunt in de backend je taal aanpassen, los van de frontend, maar... Dan zou je tijdelijk kunnen switchen naar Engels, maar we kunnen niet op dit moment switchen binnen analyse tussen verschillende talen. Dat stond change language. Dat is de site taal aanpassen, inderdaad. Oké, dan gaat gewoon naar daar. Ja, dan gaat inderdaad naar de WordPress settings, ja. Je bedoelt bij de instellingen de site taal aanpassen? Ja. Goed, dat was een dankjewel applaus.